Goedendag. Ja, sneeuw in de weersverwachting. We hebben al flink wat sneeuw gezien in delen van Brabant en Limburg. Dit is een foto uit Limburg. Daar is echt wel een paar centimeter sneeuw gevallen afgelopen nacht en deze ochtend. En ook in Brabant is het op veel plaatsen wit geworden. En dit soort plaatjes kreeg ik ook uit Zeeland. Hier en daar ook flink wat sneeuw gevallen. Vanavond gaan we daarom toch ook weer live, dat hebben we de afgelopen twee avonden ook gedaan, omdat we in de verwachting nog steeds wel sneeuw zien. En die sneeuw die gaat ook een beetje verplaatsen, daar kom ik in deze verwachting ook nog op terug. Heeft u nu mooie foto's gemaakt vandaag, stuur die dan in naar ons, kunnen we die ook vanavond eventjes laten zien om dat winterse beeld goed te illustreren. Dit zijn de rare beelden van deze ochtend. Regen en sneeuw in het zuiden van het land, dat is nu een beetje aan het wegtrekken. En vanmiddag blijft het toch wel groot. Deels droog in het noorden en midden van het land, sowieso droog weer. De buien die er gisteravond waren, de winterse buien die er gisteravond waren, die zijn verdwenen. En daar blijft het droog met ook wel wat zonnige momenten. Dan gaan we eens even naar het model kijken. Het is echt een interessante situatie voor weermannen en weervrouwen. En ook als je echt geïnteresseerd bent in het weer, is dit wel een hele leuke situatie. We hebben die koude lucht in het noorden boven de Noordzee. En dan het wolkenpakket boven het zuiden van het land, boven België en boven Frankrijk. En de scheiding van die twee luchtsoorten die die bewolking zorgt, zorgt er ook voor dat de neerslagvormen toch wel van tijd tot tijd variëren. Sneeuw dus inderdaad, maar ook natte sneeuw en soms dan ook weer die regen. Nou, wat gaat er gebeuren? Dit front dat blijft voorlopig nog een beetje golven over het zuiden van het land, maar gaat geleidelijk aan naar het noorden trekken als er een nieuwe depressie onze kant op komt. We pakken de weerkaart op woensdagmiddag. We zien hier nu wat sneeuw boven Duitsland, misschien nog wat vlokjes in Limburg, maar dat gaat verdwijnen. En dan krijgen we geleidelijk aan vanavond weer te maken met wat sneeuwval in het midden van het land. Morgen overdag, ik denk toch wel grotendeels droog, totdat het middag wordt, want dan komt er vanuit het zuidwesten weer regen opzetten. En mogelijk dat dat in de avond toch ook wel weer een beetje natte sneeuw gaat worden. En dit lage drukgebied, op dat moment ten zuiden van Ierland, dat gaat vrijdag een belangrijke rol spelen. Dat gaat voor wisselvallig weer zorgen met regen, maar misschien toch ook nog wel sneeuw. Dat is zeker niet uitgesloten. Dat lage drukgebied dat beweegt richting Nederland. Daaromheen krult dus die bewolking en ook wat winterse neerslag. En dat zou dan in het noordoosten en oosten van het land mogelijk voor wat sneeuw kunnen gaan zorgen later op vrijdag. Dat is helemaal niet uitgesloten. En daarachter klaart het op. Dat kunnen we hier mooi zien. De nacht van vrijdag op zaterdag, de opklaringen. Nou, als hier de sneeuw dus laat valt, en die kans is aanzienlijk, dan betekent dat dat het toch wel enige tijd wit blijft. Want in de avond en nacht van vrijdag op zaterdag gaat het vriezen. En dat betekent dat die sneeuw niet direct zal gaan verdwijnen. Als die sneeuw gaat vallen, want sommige modellen houden toch die winterse neerslag meer boven Duitsland. En dan zou het alleen in Nederland regen zijn. Het verspringt dus wel echt af en toe, die modellen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de timing. Hier zien we dat de neerslag vanavond weer wat dichterbij gaat komen. Dit model, het harmoniemodel, dat is nog eigenlijk vrij voorzichtig. Dat houdt het vrij zuidelijk, die natte sneeuw. Maar in het midden van het land kan er vanavond en vannacht ook wat sneeuw vallen. En dan zien we ook in de nacht van donderdag op vrijdag dat er mogelijk wat winterse neerslag gaat vallen. En dan later op vrijdag, dus als die depressie dichterbij komt, ook dan is er weer kans op sneeuw. U ziet het, het gaat allemaal heel snel. Het beweegt allemaal snel. Er zijn grote gebieden waar het gewoon regen is. Want bijvoorbeeld die sneeuw die gaat vallen donderdag op vrijdag eventueel in het noorden van het land. Ja, in het zuiden van het land zijn de temperaturen dan al flink opgelopen. Ik heb hier een temperatuurkaart, moeten we eens kijken voor woensdag. Dan beginnen we nog met die lage temperaturen. Maar donderdag in de loop van de dag vanuit het zuiden, ja, hoge temperaturen in Limburg. Dan wordt het dan gewoon een graad of 6 tot 8 en later misschien zelfs wel 9 of 10 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag in het zuiden, terwijl het in het noorden dan een stuk kouder is. Hebben we weer met hele grote verschillen te maken in ons kleine landje. Het is dus ook heel moeilijk om de boel echt goed samen te vatten, omdat er zoveel gebeurt. Nou, woensdagavond vanuit het zuiden dus weer die neerslag, regen en natte sneeuw. Hoe ver komt het noordelijk? Ik denk dat de provincie Utrecht er ook wel mee te maken gaat krijgen. Delen van Gelderland krijgen er mee te maken. En in het zuiden, maar later in het zuiden, met name in Limburg, zal het waarschijnlijk wel weer regen gaan worden. In ieder geval kans op gladheid door of die sneeuwval of gewoon lokaal
door bevriezing van natte weggedeelten als de temperatuur nog wat verder gaat dalen. Daar staat in ieder geval een code geel vooruit. En dan donderdagnacht hetzelfde verhaal. Dan zien we die minimumtemperaturen wat lager worden. Nog steeds die kans op neerslag in delen van het land. Winterse neerslag. We houden er toch wel rekening mee dat er hier en daar 1 tot 3 centimeter sneeuw kan gaan vallen. En dan donderdag overdag, dan gaan die temperaturen omhoog. Die komen ruim boven het vriespunt uit, is het beeld. Ik denk donderdagochtend ook best nog wel wat zonnige momenten. In de middag gaat vanuit het zuiden dan weer die bewolking toenemen. En dan komt die neerslag er geleidelijk aan in. In het noorden van het land is dat waarschijnlijk pas in de avond dat daar de neerslag gaat vallen. Goed, toch proberen even samen te vatten. Een grove samenvatting voor de woensdagavond en de nacht die daarop volgt. En dan de donderdagochtend. Vanuit het zuiden weer die neerslag die opkomt zetten. En dan kan er zo'n 1 tot 3 centimeter gaan vallen in een band over het midden van het land. Daaromheen ook wel kans op wat natte sneeuw. En in Limburg juist weer een toenemende kans op regen. In ieder geval een code geel waarschuwing. En dan de dagen erna even in vogelvlucht. Die vrijdag hebben we dan besproken met dat lage drukgebied dat over gaat komen. Zaterdag waarschijnlijk een droge dag. Na een koude nacht. Hier staat -2, maar lokaal kan het echt wel wat kouder gaan worden. 5 graden overdag. En dan zondag, maandag en dinsdag een heel ander weerbeeld. Dan wordt het gewoon weer ronduit wisselvallig. Maar wel met hogere temperaturen. En moeten we rekening houden met regen en soms ook flink wat wind. Nog een fijne dag.